Dat is pittig. Moet wel, zus. Ik ga er helemaal voor. Kan ik helpen? Ik kan goed kunst maken, kunst taggen, kunst zijn. Kijk maar eens. Oké, MC Swag. Je hebt stijl. Ah, daar is niets. Kom op, laten we op het dak kijken. Oh, alleen stickers. Maar ik krijg een gouden ster voor het proberen. De gouden verrassing moet hier ergens zijn. Ik voel de sfeer. Is er een verrassing? En het is goud? Waar? Daar! Oh, wacht. En mijn haar zit nog steeds perfect. Heb eens. Het is een snoeppapiertje. Sorry, ik had een snackaanval. Wow, Trendsetter is hier. Al mijn vrienden en ik zijn gek op jouw video's. We waren zo'n fan van jouw ver van muurschildering met nagellakuitdaging. Ja, dat was een goeie. Maar nu probeer ik een nieuwe trend te bedenken. Oeh, klinkt leuk. Kunnen wij helpen? Tuurlijk, ik neem alle ideeën die ik kan krijgen. Hé, wat dacht je van een extreme verbouwtrend? Je neemt de meubels in het House of Surprises en stapelt je op één grote stapel. Oké, gelukt. Ja, mijn nieuwe trend. We noemen het 12 meter meubels. Trendsetter, de toren is een beetje... Oh, wankel. Oeps. Dat was geweldig! De vloer is lava. Het is die uitdaging waar je probeert een hele kamer door te gaan zonder de vloer aan te raken. En ik doe het met beide handen op mijn rug gebonden. Dat is trendtastisch. Ja, inderdaad. En om de een of andere reden denk ik dat gezichtplanten op de keukenvloer geen trend wordt. Oké, wat dacht je hiervan? Een solo zingende flashmob trend. Een flashmob met één persoon. Geweldig. Hoe werkt dat precies? Je gaat ergens heen in het openbaar en als de mensen om je heen het minst verwachten... Je eet burgers. Je eet burgers. Trendsetter, je rockt de sfeer. Maar eigenlijk zijn het chili kaasfrieten. Het is officieel. Ik ben echt mijn trendsetting mojo kwijt. Echt niet, meid. Je moet gewoon geïnspireerd worden. Ik weet het niet, Royal Bee. Ik heb het de hele dag geprobeerd en ik kan niks bedenken. Dat was geweldig! Remmen! Oeps. Yo, queens. Bedankt dat jullie langs wilden komen. Ik ben zo hyped over deze kans. Maar natuurlijk. Het genoegen is geheel aan ons. Ik zal jullie het huis laten zien. Jullie zullen hier graag verblijven. Jullie gaan dit nooit geloven. Grand Queen, Charm Queen, Study Queen en Mystery Queen waren hier net. Echt waar? Ja. En toen zei Royal Bee dat ze een rondleiding van het huis zou geven. Ze zei dat ze hier graag zouden verblijven. Wat bedoelt ze daarmee? Verblijven? Queen?
creepy. Heeft je grote zus daar iets over gezegd? Nee, maar ze heeft het zo druk de laatste tijd. We hebben elkaar amper gezien. Hey, ik hoorde haar laatst aan de telefoon. Ze zei dat ze naar New Fab City zou gaan om muziek te maken. Voor echt een heel jaar. Wow, dat is echt lang. Ja, en als ze zo lang weg zou gaan, zou er zeker iemand op het huis moeten letten. Denk je dat? Maar mijn zus zou toch nooit zo lang weggaan zonder het me te vertellen? Ik ga haar bellen. Hey zus, ik bel later terug, oké? Ik moet nu even wat belangrijke dingen regelen. Maar ik wil je vragen of... Kijk dit dak nou. Het uitzicht, de frisse lucht. Dit elke dag zien blijft bijzonder. Jullie zullen hier echt graag verblijven. Je weggaat. Dus ze gaat echt weg naar New Fab City. En die Queens let op het huis terwijl ze weg is. En ze heeft het me niet eens verteld. Ik ga haar heel erg missen. Hey, als er niemand op het huis kan letten, kan ze niet weg, toch? Willen jullie Spookhuis Vibes? Jullie hebben de juiste Bibi gevraagd. Kom eens! Ja, als die Queens denken dat er hier een spook is, zullen ze echt niet op het huis willen passen. Oké, tijd voor een generale repetitie. Als ze binnenkomen, laten we het lijken alsof deze banken kunnen zweven. MC Swag, Diva, doe je ding! Hey, Lil Kitty, kom maar af! Wat? Oeh, ik herinner me net iets. Ik heb een, ding. Vaarwel! Kan iemand me vertellen wat er hier aan de hand is? Dit was allemaal mijn idee. Ik hoorde je met die Queens praten over dat ze op het huis gaan passen. Zodat je die baan in New Fab City kan aannemen. En ik draaide wat door omdat ik niet wil dat je weggaat. Wow, wow, wow. Rustig aan, zus. Op het huis passen? Maar ik ga helemaal niet weg. Wacht, echt waar? Echt waar. Die baan heb ik afgewezen. Zo lang zou ik je niet alleen laten. Maar hoe zit het dan met die Queens? Waarom zei je dat ze hier graag zouden verblijven? Jullie hebben dit helemaal verkeerd begrepen. Ze zijn hier gewoon om het House of Surprises te bekijken. Ze willen het volgende Queens-gala hier houden. En dan verblijven ze hier de hele tijd. Echt waar? Het gala? Geweldig! Dat is het beste nieuws ooit! Ik zal hier altijd voor je zijn, zusje. Daar hoef je je nooit zorgen over te maken. En het spijt me dat ik de laatste tijd niet veel tijd voor je heb gehad. We houden binnenkort een zussendag. Geef me een knuffel allemaal. En hier begint dan jouw couplet, Royal Bee. Zing maar gewoon iets. Je kunt het, zus. Ik ben helaas niet een rock queen, maar hoop dat je kunt zien dat... Jij kan dit. Ik ben helaas niet een rock queen, maar ik tel wel voor 10. Dus rock maar mee, misschien. Voilà, ik ben klaar met mijn meesterwerk. Ben je nou al klaar? Dat is echt een vet coole wolk. Het is een boom. Nou, ik vind het erg mooi dat de boom zoveel verschillende kleuren bladeren heeft. Zoals al die roze bovenaan. Dat is Neon Kitty. En dat de lucht zo superdonker is? Echt gruwelijk. Heel erg grunge. Het zou een zonnige dag moeten voorstellen. Dit is geen kunst. Sterker nog, ik voel me minder artistiek dan ooit tevoren. Je denkt er te veel over na. Creatief zijn zou leuk moeten zijn. Meestal wel, ja. Ik heb echt geen idee waarom het nou zo moeilijk gaat vandaag. Ik denk dat je te hard bent voor jezelf. Je vindt het leuk om te schilderen, toch? Ik zag je lachen toen je bezig was. Ga allemaal vliegensvlugen naar het café. Als je vooraan in de rij wilt staan voor de ultieme, tropische matcha thee met heerlijke mango boba. Wees getuige van deze culinaire magie. Theezettende magie? Hoe dan ook. Het wordt een magisch spektakel. Klaar? Het is showtime. Oké, chef, begin.
aanschouw haar mesvaardigheden, mensen. Het is tijd om boba te maken van deze lekkere mangopuree. Maar om dit te laten werken, moet de sfeer hier helemaal perfect zijn. Geacht publiek, denk aan positieve dingen. Kom op! Ik heb geteld. En toen heb ik opnieuw geteld. En... het staat gelijk! Dus ik zat te denken dat jullie allemaal kunnen helpen met het ontwerp voor de Sister Sleigh Space. Wat vinden jullie ervan? Ja, ik weet niet hoor. Waarom ook niet? Na vandaag zal hieraan samenwerken een eitje zijn. Yay! Wat voor ideeën hebben jullie? Het moet absoluut een stijlvolle ervaring zijn. Met overal neon. En pastelkleuren dan? En glitter? Geen glitter. Maar... nope. Ah, kom op, old girl. Misschien spikes met glitter dan. Niet te doen, jullie. Oh, de volgende keer moet je ons waarschuwen voordat je gaat, Broilby. Grappen werkt aanstekelijk. Sorry, het was een lange dag en nu ben ik toe aan een dutje. Maar je zei dat je vanavond met ons zou schilderen. Oh ja? Je hebt er overal ja tegen gezegd, of niet soms? Nee, natuurlijk niet. Hé, hey, honeylicious. Wacht, rustig aan. Oké, maar... natuurlijk kan ik morgenavond een presentatie geven. Stuur ze maar door. Dus, ik ben gevraagd om een presentatie over muziekproductie te geven aan de Muziekwaardering Club. Morgenavond. Er ontbreekt nog iets. En nu dan? Het is een meesterwerk! Dit is leuk en ontspannend! Wil je geen lol hebben en ontspannen met ons? Dat zou ik wel willen, maar ik heb een presentatie te plannen. Veel plezier! Ze heeft vakantie nodig. Absoluut. Maar ze neemt er geen. Nee, ze verlaat het House of Surprises niet als iemand haar nodig heeft. Wat als ze niet weg hoeft? Wij kunnen de vakantie naar Royal Bee halen. Oeh. Voilà! We willen Royal Bee de ultieme thuisvakantie geven. Wauw, het ziet er top uit, Bibi's. Wacht, je hebt het beste nog niet eens gehoord. Wat is dat? Natuurgeluiden. Dat hoort ontspannend te werken. Wat vind je ervan? Ik ben ontspannen. Oeh, het werkt! Nu hebben we alleen nog onze eregast nodig. Tada! Welkom bij je thuisvakantie! Maar ik heb hier geen tijd voor. Het spijt me. Kom gewoon heel eventjes zitten. Omhoog met die beentjes. Je hebt je rust nodig en je voedingsstoffen. Drink dit. Je weet dat wij altijd klaarstaan om je te helpen. En je mag soms zelfs nee zeggen tegen werk. Ik kan echt wel nee zeggen. Ja, tegen leuke dingen. Maar iedereen vraagt een hoop van je, Royal Bee. En je zegt altijd maar ja. Nee zeggen is een makkie. Kijk, dan doe je gewoon... nee! Nee, nee, nee! Bedankt. Ik denk dat jullie gelijk hebben. Bedankt, Queens. Yay! Ben je klaar voor je thuisvakantie? Zo klaar. Wat is dat? Walvisgeluiden werkt ontspannend, hè? Hmm.